Ik sta hier met de trainer van Ben Arders, Ron Paling. Ron, 0-0. Wat is je eerste reactie? De eerste reactie is dat we 2 punten hebben laten liggen. Qua kansen denk ik dat we wel verdiend hadden om te winnen. Maar aan de andere kant, voor hetzelfde geld, krijg je achterin de laatste paar minuten ook nog een goal tegen. Dus ja, gematigd tevreden met die 0-0. Oké, okay, en als je dan kijkt naar de tegenstander, vond je dat zij meer verdienden of vond je dat jouw ploeg de overhand had? Nou, qua veldspel lag het een beetje was het aan elkaar gewaagd. We maakten allebei heel veel fouten, heel veel balverlies op het middenveld en dat soort dingen. Hun hadden misschien wel iets meer de bal, maar wij kregen eigenlijk de mooiere kansen. En dan volgende wedstrijd, hoop je dan, wat verwacht je daarvan eigenlijk? Nou, volgende week hebben we Meerburg uit, dat is een hele zware wedstrijd. En dan hoop ik dat er weer wat jongens fit worden. Ik miste vandaag ook Roel van der Zon achterin. En Noordin die viel uit. Dus ja, dat is even afwachten of die weer terugkomen. En anders, ja, sowieso een zware wedstrijd. Is het dan een kwestie van meer creativiteit, meer doelpunten, dat je dan meer punten gaat halen? Dat denk ik wel, ja. Als we de kansen die we qua veldspel creëren meer afmaken, dan beloon je jezelf en dan krijg je ook automatisch meer punten. Is dat ook iets wat jullie de afgelopen wedstrijden terug hebben zien komen, dat het moeilijk is om te scoren? Ja, nou, afgelopen vorige week was dat ook zo'n wedstrijd als vandaag. En dan valt hij wel goed en dan win je wel met 1-0. En die week tevoren speelden we tegen Teilingen en dat is gewoon een hele goede ploeg. En daar hadden we eigenlijk weinig in te brengen. Maar ik denk dat we met de kwaliteiten die we hebben, dat we best wel verder kunnen komen. En wat vond u van de scheidsrechter vandaag? Want er waren wel een paar momenten dat het fysiek even wat onvriendelijk werd. Ja, op zich. Een paar keer dat hij misschien eerder had dan af moeten fluiten. Waardoor hij zichzelf een beetje in de problemen brengt. Maar voor de rest vond ik dat hij goed floot. En deze wedstrijd, zou je deze... Want ja, je speelt deze nu gelijk. Maar stel je doet nu wat iets anders, zou je dan bijvoorbeeld wel winnen? Nou, weet ik niet. De kwaliteiten van je spelers, dan zet je je elftal voor neer. En dan denk ik, wij proberen in ieder geval te voetballen. En proberen niet de lange bal te snel te spelen. Alhoewel we dat de eerste helft wel te vaak deden. Maar ik denk, ik ben voor de rest wel tevreden met mijn elftal.